herfst speelt zich af in Londen tijdens een hele grote politieke gebeurtenis. Overal in het land hadden mensen het gevoel dat ze het goede hadden gedaan en dat andere mensen het verkeerde hadden gedaan. Overal in het land googelden mensen, wat is de EU? Overal in het land googelden mensen, verhuizen naar Schotland. Overal in het land googelden mensen, Iers paspoort aanvragen. Overal in het land noemden mensen elkaar klootzakken. Overal in het land voelden mensen zich onveilig. Overal in het land lachten mensen zich een ongeluk. Overal in het land voelden mensen zich erkend. Overal in het land voelden mensen zich beroofd en geschokt. Nou, dit gaat over de Brexit. En dat is natuurlijk alweer even geleden. En daarom ga ik vandaag mijn geheugen even opfrissen. Samen met voormalig Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit. En volgens mij staan de scones al klaar. Hey. Hallo. Hallo. Meteen. Hanneke. Hoi. Lekker moeder. Aangenaam. Ja, heel leuk. Kom lekker zitten. Ja. Dank je. Ik drink dit elke ochtend. Ik ben eigenlijk heel Brits. Een uitzondering ben jij ja. dan. Ik ben er nooit aan gewend. Aan nee, echt niet? Nee, ik vind het helemaal niks. Zo lekker. Jij woonde en werkte in Engeland tijdens de Brexit. Ja. Wat was nou precies de Brexit en het referendum? Ja, in 2016 besloot de regering die er toen zat om een referendum uit te schrijven over of Groot-Brittannië lid moest blijven van de EU of niet. En dat referendum kwam er. En de premier van toen, David Cameron, dacht dat referendum dat win ik wel, maar dan heb ik wel problemen opgelost. Want iedereen die tegen de EU is, die krijgt dan de kans om zich uit te spreken. Maar hij dacht, er zijn vast wel een meerderheid aan Britten die daar voor is om lid te blijven. Dus op die manier kan ik met een referendum die discussie oplossen. Nou, het tegenovergestelde is natuurlijk gebeurd. De Britten kozen 52-48 om eruit te stappen. Dat is vervolgens een proces van jaren geworden. Want het is natuurlijk heel ingewikkeld om uit de EU te stappen. Maar het idee daarvan was, hè, dus toen er kwam een nieuwe regering, een nieuwe premier, die zeiden, we willen de controle over onze eigen grenzen. We willen de controle over onze eigen wetten. De mensen in Brussel mogen niets meer over ons te zeggen hebben. En we willen dus ook bepalen wie er in Groot-Brittannië zich mag vestigen en wie niet. Want in de EU heb je het vrij verkeer van personen. Hè. Wij mogen allemaal in elk EU-land gewoon gaan wonen, gaan werken, zonder ook maar iets te regelen, zonder een visum. Dat kan nu niet meer in Groot-Brittannië. Ja. En die soevereiniteit, die controle, was de belangrijkste reden voor heel veel mensen om voor Brexit dus te stemmen. Dus migratie eigenlijk? Zeker. Ja. Heel belangrijk deel van Brexit is migratie. Okay. Ja. Hoe was de sfeer zeg maar, daar vlak na de Brexit? Na het referendum? Ja, het was heftig. Ja. Het was echt een soort politieke aardschok. En wat je ook merkte is dat het land enorm verdeeld was. Dus je had een uitslag van 52-48. Dat betekent dus dat bijna de helft van het land het er niet mee eens was. En dat voelde je aan alles. Dus ik woonde in Londen. Ik zal nooit de dag na het referendum vergeten waarin ik in de metro zat en mensen in totale verslagenheid voor zich uit zaten te staren van wat is ons in vredesnaam overkomen? En tegelijkertijd had je dus iets buiten Londen, hoefde je maar een half uur in de auto voor te zitten. Dorpjes waar mensen de pub in gingen, het gingen vieren, elkaar de schouders sloegen. En dachten eindelijk, weet je wel, we hebben gewoon onze vrijheid, onze soevereiniteit terug. En dat allemaal in één land. En vooral die periode vlak na het referendum was het mega voelbaar, ja. En ik moest ook door wat je net zei denken aan dat die tegenstellingen gewoon zo'n kloof, zoveel woede. En het bizarre is, dat die was er daarvoor helemaal niet. Nee. Weet je? Dat was helemaal geen groot issue. Bizar. Maar door zo'n referendum worden die kampen ineens tegenover elkaar gezet. Ja. Dus er was geen midden meer, er was geen nuance meer. Ja. Dus je was of voor of je was tegen. En dat werd ook je hele identiteit. Ja. Zo ver ging het gewoon. Ik kan een stukje voorlezen, ook uit het boek, wat mij ook best wel raakte erover. Ik zal even zoeken. Volgens mij was het rond pagina 60 of zo. Goed heb onthouden. Overal in het land spleet het land in stukken. Overal in het land werden de landen losgesneden. Overal in het land werd het land verdeeld. Hier een hek, daar een muur. Hier een lijn getrokken, daar een lijn overschreden. Ik vond het heel erg typerend. Want weet je wat er namelijk gebeurde? Ik kan er wel een bizar verhaal van vertellen. Ik heb een dochter geïnterviewd van een ouder echtpaar. Die werkte in Brussel voor de Europese Commissie. Haar baan was dus afhankelijk van het Britse lidmaatschap van de EU. Oh ja. En haar ouders stemden voor Brexit. Oh ja. Dus haar ouders stemden in feite tegen haar leven. Tegen haar alles. Ja. Tegen haar werk, tegen haar inkomen. Ja. Wat gebeurt er dan? Weet je wel? En die dochter praatte niet meer met haar ouders. Ja.
Zo ver ging het. Ik heb vrienden gehad die niet meer naar schoonfamilie wilden, omdat elke verjaardag uit de hand liep. Dat is echt wat zo'n referendum kan doen. Oh, dat lijkt me wel echt bizar. Dat je zo, ik weet niet, dat je zo in zo'n land woont en dat je het gewoon in een jaar tijd zo helemaal ziet veranderen. Heel bizar. Nou ja, en kijk, ik bedoel, ik had er ook mijn opvattingen over, maar ik was ook daar de journalist. Ja. Dus ik wilde ook begrijpen. Ja. Waarom mensen voor Brexit hadden gestemd. Wat lag er nou aan ten grondslag? Nou, de antwoorden waren natuurlijk niet heel simpel. Het zijn niet allemaal racisten, mensen die voor Brexit hebben gestemd. Het zijn niet allemaal xenofoben, ze zijn ook niet allemaal dom. Hè? Dat wordt hier af en toe ook over PVV-stemmers gezegd. Het is veel complexer dan dat. Ik weet, ik zie het. Voor mijn idee is het ook een soort alle complexe problematiek op één simpele oplossing zou worden geprojecteerd. Van dat gaat alles fixen. Dus er zijn problemen, dat erkent iedereen. Maar de EU was niet de oorzaak van al die problemen. En het uit de EU stappen was ook niet de oplossing. Veroorzaakt eigenlijk alleen maar meer. Precies. Ja. We zijn nu 2024. We zijn bijna 8 jaar na het referendum. Dat echt wat je ook, welke econoom je ook vraagt, welke onderzoek je ook op naslaat, het gaat slechter met de Britten dan voor Brexit. Ja. Ja, dat is tot nu toe gewoon de enige harde conclusie die je kan trekken. Ja, bizar. Dankjewel. Dankjewel. Ik vond het heel erg leuk. Ik ook. En je kan echt heel goed vertellen. Moet ik iets mee doen, hè? Ja, moet je iets mee doen. Dan kan je nog overwegen. Hier, neem jij maar even een hap voor de camera. Ja, is goed. Want allebei tegelijk zo. Maar lekker. Best wel steady ook, toch? Zet ik onder? Nee, helemaal niet. Dat kan je ook nog. Dat is goed gelukt. Ja, heel lekker.